Wow, Oké. Het allervreselijkste moment van de geschiedenis van first dates. En we hebben er een paar gehad, hè. Oh. Het nieuwe vreselijkste moment gaat nu viraal. Jullie hebben vast ook dit fragment gezien op TikTok of Instagram. En even kort samengevat, hij vroeg haar tijdens de eerste date om te... Jezus. Ja, sorry, we zitten in de eerste 30 seconden van de video en dan mag ik het woord... nog niet zeggen van YouTube. Goed, dit fragment echt vreselijk. Maar bijna echt onwaarschijnlijk vreselijk. Dus ik denk, weten wij wel heel de context? Nou, dat gaan we vandaag dus doen. We gaan heel de date bekijken om zelf te zien, is hij echt zo slecht in daten? Liefde is een mengsel van cement en een stukje in je hart dat jij eruit trekt. Om heel eerlijk te zijn, als jij de zon naar je kijkt, je toekijkt, zonnebril, glas, oog, liefde, hart, dat breekt uiteindelijk in één grote worm en dan... Dan heb jij gewoon mij. Wat? Bij mij is dat ook. Liefde is als een worm als je kijkt naar de zon door je glazen betonblok. Ja, maar hij heeft echt te veel gesmokt, hoor. Ja, dit is Sleepy en hij is in ieder geval voor de liefde zijn bed uitgekomen. Sleepy, hij heet Sleepy. Dan snap ik nu dat je gekleed komt als een dekbed. Ja, dat is toch gewoon een pyjama. Waarom de fuck komt hij in zijn pyjama, joh? Met oude Air Forces, selfie filmend. Je gaat op date, in een restaurant. Wie de fuck komt dan aan een witte kleding? Dat risico zou ik zelf niet nemen. Ja, spijt me. Denise A, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het nog steeds. Ja? Maar je mag je jas even ophangen of wil je hem aanhouden? Aanhouden graag. Het hoort gewoon bij jou. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel? Nope, je houdt geen jas aan tijdens een date. Als je jas je outfit afmaakt, had je denk ik in eerste instantie niet in joggingspak moeten aankomen. Nu heb je hem al aan, die gaat nu die joggingspak ownen ook. Godverdomme. Ja, toch, sommige mensen kennen mij van de tijd dat ik echt non-stop alleen maar aan het slapen was. Want ik had vroeger insomnia, maar... ik zou dan wel eens... insomnia. Slapeloosheid wordt ook wel insomnia genoemd en betekent letterlijk geen slaap. Wakey, dat zou een betere naam voor je. Ik zou dan wel in slaap vallen, maar echt de meest messed up momenten. Ik zou dan 2 dagen of zo, zou ik diepe slaapproblemen hebben. Zou ik niet kunnen slapen en dan opeens op een dag heb ik heel veel energie. Opeens om 3 uur ben ik gewoon knock-out. Dat is echt elke middelbare scholier ooit. Je was gewoon 14, je had voor het eerst stress en je had 5er. En dan word je nog steeds zo genoemd. Het is zonder de A's. Hier had sloppy kunnen staan. Als je vrienden je dit hebben genoemd, that's kinda gay. Wat doe jij qua werk? Qua werk? Ik maak muziek, man. Vet. Welke stijl? Alles. Alles. Country. K3. Alles is gewoon raar om te maken, man. White noise zou gepast zijn. Slaat nergens op, oké. Ik zeg je eerlijk, ik doe ook gewoon alles in de muziek behalve beats maken. Wat zou je hier leuk vinden? Wat voor iemand? Weet je dat? Ik wil Aziat. Ja? Oké, welke? In principe is 60% van de wereld een Aziat. Nu ben je specifiek en toch onduidelijk. Ik wil hier een Ferres, een lijst. Helemaal, hoe zeg ik dit? Gewoon een baddie Aziat. Die een beetje een bitch is tegen iedereen, maar alleen van mij houdt. Ze gaat nooit van je houden als je haar een bitch blijft noemen. En ten tweede, een bitch tegen iedereen. Tering, duurde lang tijdens het quote. Fuck, ja, maar ik ben er hoor. Zo. Nou, Destiny, wat zit je haar lelijk? Of Daisy, weet ik veel. Jij hier, neem je jas. Goed, laten we gaan kijken of zijn date een Aziat is. Maakt niet uit welke. Uit Japan, of uit Afghanistan, of Mongolië. Laten we gaan kijken of zijn date een Mongool is. Kira, Ossie. Ze heeft een hond mee. Nou, dan weten we wel heel snel of ze Aziatisch is. Als ze namelijk tijdens het diner... grapje. Ik heb hem niet afgemaakt, ik ben niet racist. Kira, Ossie, kom. Ossie. Nou, Sleepy, maak je borst maar nat, want Aisha is geen dame die aan het lijntje kan houden. Ze heeft 3 honden mee. Naar een date. Ze is wel knap en lang. Ze gaat langer zijn dan Sloppy, 100%. Ik moet met mijn vriend in bed kunnen liggen met 5 honden op zondag. En als je daar niet van houdt, ja, dan ben je niet voor mij. Dat is echt fucking goor. Met 5 honden in een bed, met slijm en haren, fuck nee. Zelfs Sleepy wilt niet in dat bed slapen. Trouwens, ze heeft 5 honden. Hoe kom je aan het geld? Oh, wacht, ze heeft 2 banen. Oké. Ja, ik hoop dat ze niet omver trekken, maar 5, 6 jaar geleden ben ik begonnen met muziek maken. Oh, ze heeft 3 banen. Je krijgt het te druk mee, Sleepy. Ik heb wel een partner nodig die muziek begrijpt, want het is wel een bepaalde... Hij is muzikant. Als iemand muziek begrijpt, dan is het een muzikant. Behalve Michelle Cox. En jij mag me haten. Ga je man. Hi. Aisha. Wat zijn... Vraag je toch? Ja. Stel je even voor, hij staat niet op en hij zegt zijn naam niet. The fuck? Dit is Shimmy, dit is Kira en Ossie. Ja. Ossie, Shimmy, Kira, Ossie. Ja. Waarom ben je gekomen met honden? Dit is mijn leven. Okay. Dat is een goede vraag, dat is eigenlijk best een goede vraag. Het antwoord daarop kan namelijk heel veel zeggen over haar. Dat is mijn leven. Ze slaapt ermee in één bed. I'm out. Het was mijn beurt. Ze heeft nog contact met de ex. I'm out. Ik kon geen oppas betalen. Ah, het is keer. Ah, maar. Gewoon weer. Maar het zegt gewoon heel veel. Het kon ook iets goeds zijn. Ik wilde mijn hondenriemen aan je laten zien. Fuck me, sexy, I'm in. Trouwen. Nou, gelukkig stelde ze zich kort daarna alsnog voor. Muziek, dat is het eerste wat al duidelijk werd, weet je. Vlotte babbel, dat zijn ook dingen die ik echt wel heb aangegeven. Ja, okay. Welke talen kan jij? Ja, Nederlands. Ik kan ook Fries. Wat very belangrijk is, because I do speak a little bit of English tussendoor, zoals you can hoor. Ik noem je daar geen hoor. Maar niet zo interessant, gewoon Nederlands-Engels. Van welke stad kom je? Leeuwarden, daarom Fries. Je bent helemaal... Hoe lang was dat rijden? 2 uurtjes, maar ik had de afslag gemist, dus ja. Dat is niet 1 afslag. Dat is gewoon een half uur langer. Ja, maar dat heb ik ook altijd, moet ik eerlijk zeggen hoor. Dan mis ik een afslag en opeens... Goedemiddag, wat is uw bestelling? Okay, super. Kom maar. Laag. Ja, maar zie je wel, fat ass. I like that. Ja, figuur is mooi. Come on, man. Ik bedoel... Ze heeft het. Maar ja, je weet niet, misschien ben je aan het quoten over die toekomstige vrouw. En is dat het eerste wat je hebt gezegd. Plus, je keek echt veel te obvious, man. Echt, je wordt gewoon gefilmd, hè. Misschien vanaf nu alleen doen en quoten alsof je niet alleen aan de reet kan denken. Weet je van mij? Vertel. Ik wil alleen maar dillen zien. Jij wil alleen maar dillen zien? Ik wil alleen maar dillen zien. Please zeg dat het gerecht zo heet. Wat me niet zou verbazen, want het restaurant zit in Amsterdam Noord en zo heet het gerecht in Amsterdam Noord. Snap ik wel. Begrijp je wel? Ja, eigenlijk wilde je alleen maar billen zien, maar dat eigenlijk alleen maar... Nee, kijk. Man, het is op tv, kom aan. Kom aan, je eerste quote over haar was dit. Ja, fat ass, I like that. Hij bedoelde gewoon oesters, toch? Ja, oesters. Ja. Oesters zijn goed voor je lollen. Dus dat is goed voor je zaad. What the fuck hebben longen met je zaad te maken? 2 seksopmerkingen, alleen al tijdens het bestellen van het eten. Ik wil jou die oesters zien slurpen, hè? Dit wordt een goede date. Wat is jouw relatie of history met boys dan? Nou ja, ik heb niet echt met boys gegaan, zou ik zeggen. Snap je? Ik heb echt lange relaties gehad. Ik heb 4 jaar in een relatie gezeten met mijn ex. Ik heb ook met hem samen gewoond voor 4 jaar. Dus we waren echt samen en gelijk. Meteen? Ja, ja. Ja, toch? Wat was zijn afkomst? Hij was Molukse. Waarom de fuck wil je de afkomst weten van de ex van je eerste date? Misschien eerst vragen naar die van haar. Ga je slopje op hem doen of zo? Waarom zijn zoveel mensen geobsedeerd met exen van iemand anders? What the fuck? Molukse guys zijn lauw, man. Nou, die Molukkers weten hoe ze romantisch moeten zijn, hè? Ze weten hoe ze die saus moeten zetten. Dus weet jij ook hoe je die saus moet zetten? Of hoe zit... Oké, wat de f... Zij is nog niet over de ex. Maar hey, het is goed om te weten, de lat ligt blijkbaar hoog. Ze heeft een romantische ex gehad. Als het niet lekker is, moet je me straks naar de Mackie brengen, hè? Dat weet je. Ja, oké, of toch niet. Maar hey, goed nieuws voor Sloppy. Er is dus opening voor een tweede date. Dus wat, jij wilt jouw leven eindigen hier in Nederland? Ik wil eindigen op de Blue Mountains in Jamaica met een dikke jonko op mijn handen en nooit meer omkijken naar de rest van de wereld. Zo, takkie, ik moet nog jonko halen, zo. Ik ga je eerlijk zeggen. Dat is wat je eruit haalt. Niet dat ze exact wil wat jij ook wilt, hè? Ze moet de wereld haten en van mij houden. Dat is soulmate dingen. Dat zou ik echt denken van, oh, dat wil ik ook. Nee, wat haalde hij eruit? Zo, takkie, ik moet nog jonko halen. Okay, nou, volgende domme vraag waarschijnlijk. Wat is dat? Hoeveel ook jij? Zullen we dat niet op tv bespreken? Ja, maar überhaupt. Hoe is dat de vraag wat in je opkomt als iemand zegt ik wil blowen op een berg in Jamaica? Dus dan vraag je toch, wie de fuck heeft je pijn gedaan? Wat moet je erover praten? Nee, wat vraagt hij? Hoeveel rook je dan? Wat heb je daaraan? Vertel zoon, hoe was de date? Hoe was zij? Ja, was eigenlijk wel leuk, mama. Ja, ze heeft een Molukse ex en ze rookt 4 jonko's per dag. Trouwens, check ook even zijn arm. Dat is dus de reden dat je geen wit aan doet tijdens een eerste date. Of die vlek zat er natuurlijk al. En dan snap ik nu waarom die zijn jas wilde aanhouden. Ja, was je type? Eigenlijk. Wow. Molukse, die er meeneemt naar de Mac. Lief is, ik hou van lieve guys, weet je, dat ze attent zijn, zorgzaam. Because I like to be treated like a princess. Dank je. In principe is dat ook het enige echte antwoord, toch? Dat is ook een antwoord waar je iets aan hebt. Nu weet hij, jij moet lief zijn. Elk ander antwoord, wat heb je daaraan? Als iemand zegt, ja, mijn type, ik val heel erg op Duitsers. Nee, ik ga het niet maken. Ik ga deze grap niet maken. Ik heb schijt, maar kan nu niet marcherend binnenkomen. Hoe grappig had dat geweest? Ja, nee, er zijn grenzen. Vaak als ik ga daten, dan, omdat ze hunzelf onzeker zijn. Je ziet allemaal mannen in mijn WhatsApp. Sorry, dat zijn allemaal producers. Je hebt niet vrouwelijke producers. Ja, ik persoonlijk heb daar niet echt veel issues mee. Oké, klaar. Tuurlijk hebben we daar geen issues mee dat iemand aan het werk is met mannen. Vrouwelijke producers zijn er gewoon. Ja, maar niet zoveel. Hoe moet je met al die gays zijn? Gewoon tijdens het antwoord wat hij gaf, bedacht hij pas wat zij zei. Wow, je hebt het over mannelijke producers, the fuck? Laat je door hun neuken dan. Ik zeg, mijn vriendinnen, als je toch met je relatie bij al dit dat. Je gaat niet uit zonder mij. Wat? Je gaat niet... Stel ik ben met jou in een relatie, dit dat toch? Ik vind dat je niet uitgaat zonder mij. Ah, dat was haar punt. Dat was precies wat ze bedoelt. Dat is precies de onzekerheid die ze bedoelt. Dat is echt het allergaarste ooit. Wie de fuck ben jij om haar te vertellen dat ze niet uit mag? Dine and Dash. Dine and Dash? Ik luister. Ik kom uit Friesland. Ik weet niet wat je denkt. Dine and Dash, wat is dat? Dine and Dash, ja. Dine and Dash. Voor de mensen die niet weten wat Dine and Dash is, dat is gewoon wegrennen voor de rekening. Alsjeblieft. Kijk, je weet niet wat Dine and Dash is? Vind ik echt jammer. Wat is de plan? Shit, are we gonna fuck? What's happening? Hmm? Wat zei je? What did you say? I said we gonna fuck. Oh, het was nog veel erger dan ik dacht. Dit was gewoon random. Oh, dit is cringe. Ik denk, nou misschien hadden ze erover, missen wij context. Nee, het is nog veel erger. Ik weet ook niet of ik ga betalen. Gaan we neuken? Oh, wat erg. Luister, bro, I'm a project. You said what? A project? I'm a project. Well, I gotta work on you type shit. Take me on fucking 10 dates and then maybe then you can take vagina, okay? Okay, 10 days, then take vagina. Ah, cringe. Ten eerste hangt niet een aantal dates op je vagina. Maar even ten tweede, 10 dates? Dat is wel lang, man. Dat is wel, toch? Dat is niet eens meer een project. Dat is een multinational opbouwen. 10 dates, daar ben ik al 7 dates verliefd. Dan wil ik echt wel weten hoe we seksen. 10 dates, stel ik spendeer zulke prijzen elke keer, maar dan zonder korting. Laten we zeggen, ik spendeer €100. Ik ga een doezoe spenderen voordat ik vagina mag. Oh, dit wordt alleen maar erger. Deze date neemt een vreselijke turn. Je spendt geen €1000 op een vagina. Je spendt €1000 op hele leuke dates. En misschien de kans dat je de liefde van je leven ontmoet. Gaan doezel spenderen voor vagina. €250 kost bij Red Light District. What the fuck is going on? Running. Stop met praten. Dit wordt steeds erger. Hij vergelijkt haar nu met een Postie 2. Fuck. Waar komt die extra 950? Wat zit in dat pakket, zeg maar? Je hebt die pas, je hebt die pas toch? Met die elektronische dingetjes erop. Ja, Sloppy, iedereen heeft een pinpas. Dat vraag je niet zo, dat is geen fatsoen hebben. Als je de rekening wil splitten, dan communiceer gewoon. Je bent 22, fuck. De tyfus, ik dacht wel wat ergens al gehad met Ali. Luister, ik ga niet betalen. Ah, daar had ze kunnen winnen. Ze had gewoon de rekening moeten pakken. Ah, ja, tuurlijk betaal ik, jongetje. Gewoon zoiets, weet ik veel. Jij krijgt dit van mij, dan kan je een treinkaartje weer terug naar je mama pakken. Ik kom met jullie afrekenen. Ja, man. Hoe gaan jullie het doen? Hij gaat afwassen. Ja, we gaan het zo regelen, ja. Nee, ik weet niet wat je bedoelt. Ik heb kippenvel van de cringe. Dit is pijnlijk, zeg. Aisha, please neem die rekening. Hij kan het overduidelijk niet betalen, wat ook wel een soort van zielig is. Maar please verlos jezelf en hem uit deze lijdensweg. Oké, luister, ik word net getagd in een TikTok. Ik denk dat je dit wil horen, want hierin legt ze uit wie er heeft vertaald. En spoiler, je gaat het niet raden. Zijn mattie is naar de set gekomen en zijn mattie heeft het betaald. Like, bruh. Hij heeft een vriend moeten laten langskomen om te betalen. Sterker nog, zij heeft zijn vriend laten langskomen. Zij bleef liever wachten totdat een vriend langskwam om te betalen, dan dat ze zelf betaalde. Besef nu dat Dine and Dash, waar hij het net over had, dat was dus geen joke. Dat was letterlijk zijn enige optie. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog gezien? Oh, zij mag ladies first zijn. Nee, mannen eerst. Ja, maar zij mist ook de kans, hoor. Ze had hier gewoon kunnen zeggen van, nee man, nee, wat, tuurlijk niet, the fuck. Ik zou wel nog een beschuitje met je eten. Zo, daar moet veel meer gebeuren voordat we dat beschuitje gaan eten. Voordat we een beschuitje gaan eten? Want je bent niet op die... Veel meer, maar... Oh my god, no. Oh, je gaat niet. Nou, ze gaan niet nog. Ik wil best dat jij me mee gaat nemen naar de McDonald's. Jezus Christus, tering. Zo, haardrempel ligt laag, de tyfus. Zo, nou daar gaan we dan. Ze gaan mee naar mijn huis. Oh my, ze zijn echt dat is raar. Wow, dat is raar. Die TikTok van net, daar zegt ze dit in. En die ding was zeker niet voor herverhaling vatbaar. Gewoon niet. Nee, 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 nee. Kill kan me niet eens meenemen naar de McDonald's, want hij is skeer. Hij heeft geen eens geld. Deze man heeft geen eens werk. Zij heeft zo'n lage bar dat ze gewoon into hem was. Zij keek dit terug op televisie, schaamde zich dood. En is daarna onaardig over hem gaan zijn op TikTok voor volgers. Moet je gewoon even volgen, hè. Gewoon even volgen. Luister Aisha, ik ben hier om hem te corrigeren. Jij moet gewoon even je prioriteiten overheen krijgen.